It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with. Dat ligt nou opgevouwen op de eettafel. En dat is mijn rok. Maar dat is elkaar in de keuken, dat moet ik nog doen. Maar ja, morgen nog een dag. Ik doe het lekker rustig aan. Ik ben niet uit. Ik heb er wel eventjes gehoord. En ja, soms is lekker ook even met mezelf bezig. Moet ook allemaal kunnen. En de broeken, dat blijft wel weer liggen tot oren wieken. Oftewel andere week. En ja, we zullen het gewoon beleven. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine. En de bezemboel. Ja, het was gisteren maar weer een prachtige mooie dag. Maar zo'n dag, die maken we vandaag weer niet mee. Nee, er zijn ook andere dingen wat nodig gedaan moet worden. En dat is om te beginnen mijn meisjes uitlaten. En de keuken. Ja. En ik vergeet helemaal te vertellen wat voor dag het et cetera is. Het is vandaag alweer zaterdag, de 29e van de 7e 2023. En we leven alweer, schrik niet, 14 uur 40. Ja, dus het is al 2:30 geweest. Dan moet ik mijn meisjes nog uitlaten. Oh, een schande. Maar ja, ik had ook barstende hoofdpijn, misselijk, het wou me niet over. Ik denk, nou, ik blijf lekker liggen. Ik lag er ook heel laat in vanochtend, dus ja, of vroeg. Het is maar net hoe je het noemen wilt. En ja, of ik Karin vandaag zie, weet ik niet, want het is het Pokémon jagen. Nou ja, helemaal leuk, helemaal goed. En ja, ik moet ook nog steeds die broek van haar maken. En ik heb ook nog een andere broek voor haar hier liggen, die mag zij hebben. Ik moet mijn rok nog steeds doen. Ik ben mij rot geschrokken van Mary. En ja, daar schrok ik echt van. Ze had me geprobeerd te bellen, maar ze weet dat ik deze altijd het geluid uit van heb. En dan appt ze. En daar kom ik dan later achter. En tenminste, zoveel later niet. Maar in ieder geval, daar kom ik wat later achter. En dan moest ik met spoed terugbellen, dus ik denk dat er heel wat is. Gaat het om naaiwerk? Hallo! Halleluja! Dat is geen spoed hoor. Nee. Dat is voor mij ook een hobby en dat doe ik wanneer ik dat wil. Punt. En ik heb een zo vroeg de naaimachine op tafel had staan. Nou nee. Die staat niet op tafel. Nee, die staat daar. Dus ja, het is pech. Dus anders had ze me er zelf wel onder gejaagd. Maar nee, dat wil ik niet hebben. Er komt niemand aan mijn naaimachine. En er staat ook geen wit garen, zover ik weet, geen wit garen erop. Niet dat ik me kan herinneren. Volgens mij was dat soort wat ik het laatst gebruikt heb. Maar ja, het kan zo wel wezen dat het wel wit is, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik moet ook mijn rok nodig doen. Die hangt daar een nieuw te hangen en ik ken hem niet aan omdat hij me te wijd is, ja. Dat schiet niet op, hè. En Karin de broek moet met de hand doen en dat moet met roze garen, dus ja. We zien het wel. Ik ga zo eerst de meisjes uitlaten. En dan probeer ik een vlog in elkaar te zetten die ik al tot zover klaar heb staan dat ik eraan kan beginnen. En dan hoop ik tussendoor toch echt wel die keuken eerst in te kunnen gaan om die keuken aan te pakken. En dan zien we wel weer. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen en geniet een beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik heb Karin haar broek al af. Daar ben ik sowieso al blij mee. Dat ligt nou opgevouwen op de eettafel. Met nog een zwarte broek erbij op. En dat is mijn rok. Maar dat is voor Karin. De keuken, dat moet ik nog doen. Maar ja, morgen nog een dag. Ik doe het lekker rustig aan en ik doe hetgene wat ik leuk vind. Nou, die broek heb ik nou gemaakt, vond ik even leuk om dat te doen. Ik heb er al gebeld en geappeld, met bellen nam ze niet op. Nou ja, appen dat lees je dan wel.
TZT, ze kunnen ook wel weer op de bed leggen dat ze nog even slaapt of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze weten van en desnoods breng ik het vanavond naar de toe als ze het al willen hebben. En ik ga dan met de vlog beginnen. En de dames leggen daar. Rijker heb ik een aantal tig keren terug moeten roepen. En trouwens, het staat daar ook niet goed. Dat zal ik ook zo meteen even doen. Want Rijker moet met het bakje meer naar dat grijze ding toe. En dus kan het zo meteen wel even. En dan even een vlog in elkaar zien te krijgen. Ja, dan kan die tenminste ook weer naar YouTube toe. Want gisteren heb ik dat dus niet gedaan, daar was ik toch gewoon weg te moe voor. Dus. Maar dat maakt niet uit. Ik heb wel klaargemaakt dat ik zo meteen kan beginnen. En dan, want ik moet de boel er bij elkaar zoeken, hè. Ja, ik moet alles wel bij elkaar zoeken. En dat heb ik dus gedaan en we gaan er gewoon weer voor. Ja, gewoon gezellig. Ja. Dus, ja, het wordt een beetje bewolkt en weer scherp in die lucht daar. Daar was ik zo raar te kijken. Maar het maakt niet uit. Ik zou nu zeggen, geniet van alles verder. Hoe laat leven we? 16:32, dus geniet van je namiddag. Gaan jullie al eten? Dan zeg ik smakelijk eten, bon appétit. En anders, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 7:10. Ik ga de meisjes weer even uitlaten, want dat moet ook weer gebeuren. Eén video is klaar. Die staat zelfs alweer op YouTube. En ik ben bezig de tweede aan het klaar te zetten. Maar of ik die vanavond al in elkaar zet, is vraag 2. Want ik wil mijn rok ook graag doen. En ja, het wil ook niet echt met mijn hoofd. Zeurderige hoofdpijn. Maar ja, dat kan de pret niet boeien. En ik wil eventjes ook aan mezelf denken. Televisie kijken of wat dan ook. Gewoon eventjes time-out. Maar ik probeer weer zoveel mogelijk te doen. Maar ja, het moet wel ook daar even kunnen, hè. Ja, ik heb gisteren een prachtige dag gehad, dat weten jullie al. En ja, dan moet ik toch weer eventjes na die dag weer eventjes de rekening betalen. En daar hebben we allemaal mee te kampen als je ouder gaat worden. Ja, ook de jonge broekjes onder ons, YouTubers. Jullie net zo goed. Als jullie ouder gaan worden, krijgen jullie hetzelfde. Ja, kan je niks aan doen. Zo is het leven nou eenmaal. Ja. Maar in ieder geval, ik heb Karin dus vandaag niet gezien. Nou ja, maakt in principe niet uit. Ik heb haar wel eventjes gehoord. En ja, ze was lekker ook even voor dezelfde bezig. Moet ook allemaal kunnen. En de broeken, dat blijft wel weer liggen tot orenwieken. Oftewel, andere week. En ja, we zullen het gewoon beleven, ja. Hé, dametjes van het goede leven. Boefjes, hè. Ja, boefjes. Dus ja, dat dus. En wie weet gaan we morgen eventjes, ja, ik durf nog niks te zeggen, ligt er ook aan hoe het weer is. Ja, want dat weet ik niet, hè. Nee, dat is afwachten en ook afwachten wat dit live gaat doen. Daar wil het misschien wel, maar het lijft misschien, hè? Daar hou je ook rekening mee. Maar dan ga ik desnoods morgen weer even met madame Elwing de dijk over. Ja, Kees, moet je gapen? Of wat we ook kunnen doen, dat is dat we morgenmiddag met de beide dames even naar het blauwe haai toe gaan. Kennen ze ook het water in, kennen ze ook even refotten in doen, ja. Ah, Rijka, moet dat nou weer? Trien, hoe lang moet je nou zien? Je maakt er weer een dikke puinhoop ervan. Ja. Yeah. Maar oké, ik zal dat ook weer goed leggen, want ze haalde een heleboel op de bank over de harsjes. Poten eronder en gek doen. Maar ja, komt ook wel weer goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon meegenieten en we spreken elkaar later. Doelidokies.